Waar ben je nu mee bezig met al je plannen? Ik ga morgen weg om liedjes op te nemen voor de CD voor de marathon. Okay. Voor de musical de marathon. Oh, geweldig. Je hebt een primeur. Nou, we zijn hier in Rotterdam, Rotje Knor en tegenover mij Koerkan. Koerkan, wat is jouw rol in de marathon? Ik speel Yusuf. Ja. Ik ben de trainer van de vier mannen die besluiten de marathon te gaan lopen omdat ze belastingschuld hebben. De weg van marathon naar Athene. Een lekker zonnetje, wat kan er mis? Maar op zo'n 40 kilometer voelt die eerste meter vreten zich ineens niet meer zo lentefris. Toch nog leest hij een briefje voor. Ik heb de film in 2000, toen hij uit was, heb ik hem gezien. 2012 geloof ik. Ja. En ik vond het een heel mooie film. Een van de mooiste Nederlandse films vond ik. Omdat er zat namelijk zoveel in qua informatie. Ja. Qua familie, qua vriendschap, qua acceptatie, tolerantie. En elkaar helpen. Ook met het hele allochtone gebeuren, et cetera, weet je wel. Ja. Beetje stom om te zeggen misschien, maar het zit er wel in. Ja. En dat is wel wat de maatschappij is. En zij hebben het heel mooi op een manier weten op het witte doek te brengen. Ja. Dat je begrijpt en dat je snapt dat dat een wereld is waar we eigenlijk in leven. Ja, dat is wel grappig natuurlijk, want ook in de musical komt dit gegeven gewoon weer helemaal terug. Hè? Dat alles bij elkaar. Dat is toch wel knap, want ook met, ja, er wordt ook natuurlijk in gezongen. Dus dat is ook wel, we zaten al van, ja, een musical, kan dat wel? Ja, dat toch? Hadden wij ook. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar vooral ook omdat niet iedereen van de hoofdcast zeg maar een musical achtergrond heeft. Nee, nee, nee. Dus dat maakt het naar mijn mening heel erg volks ook. Ja. Dat maakt het wat minder, hoe moet ik het zeggen, minder gelikt. Ja. En het zit een randje aan. Ja. Hey, maar jij zei het ook eigenlijk van dat het is natuurlijk een weerspiegeling van de maatschappij eigenlijk. Hè? En, nou, je weet natuurlijk hier in Rotterdam is toen wat er gebeurd toen met Turkse toestanden, met de president. Hoe kijk jij er tegenover? Nou, ik vind het vooral heel erg vervelend voor mij en voor al mijn Nederlandse Turkse mensen, zeg maar, die hier middenin zitten. Ja. En die eigenlijk soort van in twee worden verscheurd. Mm-hmm. Omdat de ene kant is je papa en je mama die aan het vechten is. En dat is gewoon heel vervelend om daar tussenin te zitten. Uiteindelijk zijn de kinderen altijd de dupe. Ja. En dat is nu wat het geval is. Ja. Voel je dat ook, die spanning, of zeg van nou, dat voel ik hier totaal niet? Nou, weet je, de spanning voel ik voornamelijk in de media. Ja. Maar niet in het onder ons volk. Ik bedoel, in dit stuk hebben we speel ik natuurlijk een Turk precies in een periode dat het heel erg een soort van, kiele is. Ja. Dachten wij ook in het begin van hoe gaat het dan met zo'n nummer? Zeggen we, dit is wel mijn huis, et cetera. Maar mensen die vreten het gewoon op. En, en dat is wat er echt aan de hand is. Ja. Los van de media en los van de politieke belangen die er allemaal achter liggen. Ja. Dat is niet wat er aan de hand is tussen de mensen. Nee, precies. Misschien moeten we wel de president gewoon uitnodigen naar de marathon laten zien. Zeg maar. Nou, nodig ze allebei even uit. Ja, zeker. Nodig de hele bende hier en daar uit. Het is een brievenlezen lijn. En die bodem die valt ook neer. En dat vieren we nu nog een keer op keer. Met het allerdomste dat ooit een mens verzon. Ik denk dat dit een musical award krijgt. Ja, denk je dat? Ja, dat voel ik. Ik ben niet voorbereid natuurlijk, hè? Nee. Ik weet ook niet hoe dat allemaal gaat met zo'n musical award. Ja, je zit nu in een kringetje van musical sterren, zeg maar. Hè? Oh, ja. Oh shit, ja, dat maakt het dan wel even. Meemaken daar. Oh. Kom elkaar weer tegen bij de rode loper. Oké. Nou goed, daar ben je niet mee bezig. Aan, joh. De marathon. Nou mensen, jullie horen het. Het is super gezellig, zelfs in het interview, als we het over de marathon hebben. En ik zou zeggen, alweer een leuke avond met je gezin, met je familie, met je vrienden, met je vriendinnetje, met je vriendje, met je kinderen. Maakt niet uit met wie. Kom naar de marathon en wij nemen je mee naar een wereldje waarin we allemaal gewoon even gelukkig en verdrietig kunnen zijn. De marathon.